topdrukte in het Waddengebied. Ieder voorjaar en ieder najaar vliegen miljoenen trekvogels heen en weer. Om hier te rusten en te eten. Dit is de kanoetstrandloper. Of in het kort, de kanoet. De kanoet eet kleine schelpdiertjes, waaronder kokkels en nonnetjes. De kanoet heeft een paar bijzondere trucs om deze schelpdieren te kunnen eten. Zijn snavel is bijvoorbeeld heel gevoelig en kan zo precies voelen waar in de bodem een lekker schelpdiertje verstopt zit. Dan slikt hij de schelpen in zijn geheel door. Met zijn grote en sterke maagspier kraakt hij die schelpjes om bij het vlees te komen. De schelpdieren zijn de brandstof voor de kanoet. Die heeft hij nodig om van koude gebieden in Siberië naar het warme zuiden in Afrika en weer terug te vliegen. En wel in recordtijden. Hij kan wel 6000 kilometer afleggen in 3 dagen. Zonder het Waddengebied zouden kanoeten en tientallen andere soorten trekvogels deze tocht niet kunnen maken.